Welkom bij het allereerste Dutch Opens Journaal. In een nieuw format bij ons, met een huisanalist, Jurrien van der Velde. Hoe is het voor jou om als eerste analist te zijn? Ja, zeker. Het is een heel nieuw iets natuurlijk. De eerste keer dat ik dit mag doen. En ook de eerste keer dat ik dit warming-up toernooi mag gooien. Dus ik ben heel benieuwd natuurlijk. Ja, want vandaag het warming-up toernooi. Ja. Je hebt hem zelf ook gegooid. Ja. Ik kwam er vorig jaar achter dat er een aantal tourcardhouders meededen inderdaad. En toen dacht ik, hey, ik kan zelf ook meegooien aangezien het toch bij mij in de buurt is. En toen besloten in te schrijven en kwartfinale gehaald. Niet geheel ontevreden natuurlijk, maar... Over die kwartfinale gaan we het zo hebben. Laten we eens even naar het dames toernooi kijken. Moeizame start eigenlijk wel voor alle vrouwen. Niet echt de gemiddelde waar we op gehoopt hadden. Nou, Ali trekt hem toch naar zich toe. Had je dat verwacht van tevoren? Nou, uiteindelijk heb je natuurlijk wel een aantal dames die, die zich natuurlijk favoriet mogen noemen voor... ook voor het hoofdtoernooi natuurlijk, voor de Dutch Open. Maar uiteindelijk had je misschien wel Noëlin wel bij de favorieten kunnen zetten inderdaad voor het warming-up toernooi. Ja. En Noëlin had ook nog wat te melden tegen ons. Noëlin van Leuven, de winnaar van het warming-up toernooi. Ja. Beter kan je weekend niet beginnen, denk ik. Nee, zeker niet. Nee. Ik ging er open in. Ik dacht lekker opwarmingstoernooitje. En een paar mooie potjes gegooid. Goed begin van het weekend. Ja. Goed begin van het weekend. Is het weer wennen op deze baantje spelen? Zeker wel wennen, ja. Ik heb natuurlijk afgelopen tijd vooral PDC gegooid, Q-School gegooid en daarna echt niks meer. Het is heel anders natuurlijk. Hele andere atmosfeer, veel meer geluid, maar het is even wennen en dan ben je daar ook wel doorheen. Ja, even terug naar Q-School. Zo slecht ging het eigenlijk niet, maar toch besloot je te stoppen. Nee, het ging zeker wel goed. Ik ben Q-School gaan gooien omdat ik Challenge Tour wilde gooien. Dus ik dacht, ik ga 2 dagen gooien, plaats ik me daarin voor Final Stage, ga ik wel terug. Maar ik had een dag tussendoor dat ik moest werken, helaas. Ik denk dat als ik nog een dag had gegooid, dat ik Final Stage wel gehaald. Een paar echt goede potjes gegooid, een paar wat grotere namen verslagen. Goed begin eigenlijk en volgend jaar misschien een serieuze poging. Serieuze poging? Als we kijken naar je gemiddeld op Q-School en je gemiddeld vandaag, zit er wel een klein gaatje. Hoe ga je dat beter maken het komende weekend? Ik denk dat het vooral een focusdingetje is. Wat ik al zei, dit is een beetje een opwarmingstoernooi. Tuurlijk, ik wil hem winnen, maar ik ga er niet al te serieus in. Morgen het koppeltoernooi, die wil ik heel graag winnen. Met mijn maatje Priscilla natuurlijk. Ik denk dat we heel goed koppel kunnen zijn. Ja, dan is die focus ook heel anders. Benieuwd wat Noëlin de rest van het toernooi gaat brengen. Dan naar het mannentoernooi. Heel, heel, heel veel verrassingen in de eerste paar rondes. Ja, zeker. Nee, al vrij vlot won Gerco Tibbe van Danny van Trijp met 3-0. Dat is eigenlijk zijn tourcardhouder. Onwaardig misschien? Wil ik niet per se zeggen. Want Danny is gewoon een hele goede data natuurlijk. Maar Gerco die was zeer scherp op zijn dubbels. En die kon Danny toch de overwinning afhandigen. Heeft dat ermee te maken dat je normaal in een wat stillere ruimte speelt. En nu sta je weer op een wat smallere baantje. Veel op elkaar. Maar misschien een beetje onderschatting? Ik heb daarna ook nog even met Danny gesproken. Maar geen onderschatting. Daar was geen sprake van. Maar... Danny gooit natuurlijk ook gewoon Super League, dus dan is hij ook gewoon in de rumoerige ruimtes. Nee, het was misschien gewoon een off day en dat het vandaag even niet wil lukken. En dan is een best of 5 format is best wel lastig om gelijk scherp te zijn natuurlijk. We hadden ook een kraker in de eerste ronde. Patrick van der Boogaard moest meteen aantreden tegen Christian de Boer. Die won de Boer, maar de Boer hebben we eigenlijk verder met toernooi niet echt meer gezien. Nee, de Boer heeft wel motors gegooid een van de laatste weken. Dus daar heeft hij ook wel goed gegooid. Mag ook gezegd worden natuurlijk. En ik weet zo even niet van wie de Boer daarna verloor eventueel. Ontschiet mij ook even. Nee. Maar dat is toch wel... Er zaten wel een aantal partijen inderdaad tussen die veelbelovend waren. Die hadden beide kanten opgekund inderdaad. Andere partij die verrassend was, Jeroen Caron tegen Geert Neentjes. Caron checkt 100 in de laatste leg om Neentjes te pakken. Had ik ook misschien niet helemaal van tevoren zien aankomen. Nee, Geert die zei van, ik kende die jongen niet heel goed. Dus ik heb hem even gegoogeld. Maar toen kwam het toch naar boven dat hij die modus had gegooid inderdaad. Ja. Dus daar heeft Jeroen heel goed gegooid inderdaad. En wat ik net ook zei, dan is best of 5 best wel lastig. Mocht je de boel verliezen, dan is het... Dan moet je er wel gelijk bovenop zitten. En dan is een 90 gemiddeld is op een best of 5 wel lastig om van te winnen dan. Dan terug naar jou. De beelden spelen zich nu af. Tegen Plezier, 2-0 voor.
een gokje en toen een hele smerige 134 om je oren. Toen was je het een beetje kwijt. Ja, nee, ik miste. Ik kwam 2 naar voren. Ik begon sterk, wat normaal niet mijn goede punt is. Maar nee, ik miste inderdaad. Ik stond op 87. En ik ging op 87 gewoon de normale route, 77. En ik was aan het twijfelen, zal ik gewoon wegzetten en dan hem de kans gunnen op 132. Maar nou, uiteindelijk toch 20 route en dan voor dubbel 5. Die werd helaas gemist. En nou ja, dan een hele smerige 132 ja. van Wesley. Ja. En die ging daarna los en ja, toen was ik het een beetje kwijt. Ja. Die ging daarna los, maar een rondje later wordt hij eigenlijk meteen gestopt door een hele verrassende Luitsing Elsinga. Ja, ik moet zeggen, ik ken hem ook niet super goed, maar het is wel een jongen die altijd in Friesland hoog heeft gegooid. Is weliswaar in een nieuw team begonnen, dus die gooit nu 4e divisie. Maar dit, ja, het is wel een hele goede datter en nou ja, dat bewijst zich vandaag maar weer. Dat bewijst hij zeker, want hij verslaat in de finale, ja, hij is nog wel vrij jong, maar een beetje oudgediende Tony Veenhoff, die al heel veel heeft gereisd natuurlijk in het verleden. Vrij makkelijk. Ja, dat was een prima overwinning inderdaad. Ja, nou ja, genoeg support, Friese support die erachter stond te schreeuwen. Dus wellicht heeft dat ook wat meegeholpen. Nee, maar die finale miste hij in het begin nog wel wat dubbels. Maar die trok hij ook vrij makkelijk naar zich toe. Trok hij zeker vrij makkelijk toe. En hij had ook nog iets voor tegen onze camera te zeggen. Luitse Elsinga. Ja, zeker. Dat was een verrassing, denk ik, jij nu hier staat. Of als je dit vanochtend had gedacht. Ja, ja, ik kan een beetje gooien, maar dat had ik niet verwacht, nee. Nee. Ik heb een beetje teruggezocht. Je hebt ooit een kersttoernooi gewonnen in 2014. En je hebt een keer de laatste 64 van de Dutch Open gehaald. Maar ja, klopt, ja. Daar hield het ook wel een beetje op. Maar jij schijnt een behoorlijk talent te zijn in jouw omgeving. Ja, dat zeggen ze. Ja, 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 ja. Mag je niet van jezelf zeggen, hè, zeg ik dan. Mag je zeker niet van jezelf zeggen. Maar je komt de dag eigenlijk best goed door. Tot de halve finales. Ik sta lekker te gooien, ja. Ja. Ik kan er niks anders van maken. En dan in die halve finale tegen Plezier. Je pakt het voortouw, dan krijg je die 170 om je oren. Hoe draai je dan toch nog om? Je moet je vast blijven bij de wedstrijd. Nooit opgeven. Gewoon doorgooien. Ja, dat is het, ja. En toen was eigenlijk alle spanning eraf voordat je in de finale begon? De spanning was er. Ja, ik heb geen spanning gehad vandaag. Nee. Dat is het geheim? Ja, een biertje drinken, dat is het geheim. Ja, gewoon lekker een biertje drinken en gewoon gooien. Ja, wat verwacht je nou van de komende dagen? We gaan gewoon lekker gooien. Ja, daar staat mijn... Nee, we gaan gewoon lekker gooien en we zien wel waar het schip strandt. Deze heb ik te pakken. Ja, deze heb je te pakken. Heb je ooit gedacht dat je zoiets zou gaan winnen? Nou, ik zei gisteren tegen mijn vrouw, ik pak hem morgen. Maar ik heb het ook gedaan. Ja, ja. Toch mooi, hè, die Vriezen? Ja, dat is, ja, het is eigenlijk een wonder. Er komt altijd wel eentje boven draaien. In het verleden hebben we natuurlijk Rudy van der Veen gehad. Nou, we luisteren Elsinga. Ja, ja. Wie gaat het morgen worden? Nou, het zou zomaar eens het koppel Bottenberg-Dijkstra kunnen worden. Bottenberg vandaag iets minder. Misschien morgen wel scherp, want dan heb je iemand die hem scherp kan houden. Ja, en zeker aangezien hij aangegeven heeft in de Road to the Lakeside dat koppel zijn favoriete onderdeel is. Dus er staat eigenlijk meteen druk op. Dus het zou zomaar eens een mooie zaterdag of vrijdag kunnen worden. Want als we kijken naar de vrijdag, er zijn een paar hele mooie koppels. Laten we beginnen met Jimmy van Schie, die vorige week het toernooi won in Roemenië. Samen met Jeroen Bioch. Ja. Misschien wel bijna het te kloppen koppel met Wesley Plezier en Danny Oldenkalter. Dat zijn zeker vier namen die jij, nou ja, die zeker behoren tot de titelkandidaat, vind ik persoonlijk. En nou ja, van Schie die vorige week inderdaad Roemenië won. En nou ja, wie met wie koppelt? Alexander Merks, die koppelt met Moreno Blom. Met Moreno Blom, nou ja, dat zijn ook gewoon twee namen die gewoon die hoog op de WDF-ranking staan. Dus die gewoon ook zeker meedoen voor de titel inderdaad. Misschien wat andere koppel, kun jij wat beter? Wesley Veestra, Daan Bastiaanse, ze zijn jong. Kunnen ze het volhouden zo'n lange dag? Ze kunnen het volhouden en als ze elkaar gewoon goed in bedwang houden, dan kunnen ze het zeker. Maar ja, het is voor iedereen een lange dag natuurlijk, dus ik ben zeker benieuwd. Ja. Zie je nog een paar oud-toolkaarthouders terug? Jimmy Hendricks gaat koppelen met Jan Dekker. Patrick Maat gaat koppelen met Danny Jansen. Wat verwacht je daarvan? Het is natuurlijk wel even wennen, zeker voor Jimmy Hendricks en Danny Jansen. Heel, heel anders. Ja. Nee, ik denk dat Danny Jans, die heeft singles van Open Mariam Heem gewonnen. Dat was nog voor de Q-School, dat wel. Maar nee, die is ja, zeker een hele nou, sterke speler voor dit soort toernooien, vind ik.
En nou ja, Patrick Maat, die is sinds kort zit hij bij Super League Team de Dissel. Dus ja, en ik vind hem ook gewoon een hele goede data. Nou, en als dat zich samenbrengt, dan kan dat gewoon ook een gevaarlijk koppel worden voor een goede prestatie. Matig internationaal, Demersveld, maar eentje. Brian Rawan gaat koppelen met Damien Mol. Verpestte het afgelopen zaterdag op de modus. Denk je dat hij hersteld is? Ja, Brian die is wel toe in staat om natuurlijk... om zich daarvan te herstellen natuurlijk. En Damien natuurlijk net zijn tour gaat verloren. Op Q-school wellicht een beetje ongelukkig geweest met... Ongelukkig wel. Ja, een beetje heel ongelukkig inderdaad. Met zijn puntenoverleg waar het net op aankwam inderdaad. Dus ja. Maar ik denk als gewoon de pijlen laten spreken en gewoon doen wat ze normaal kunnen, dan... Dan zitten er heel weinig problemen in en dan kunnen hun ook gewoon heel ver komen natuurlijk. Dan naar het vrouwentoernooi. Eigenlijk maar één koppel die er echt bovenuit springt, hè. Noëlien van Leuven met Priscilla Steenbergen. Toch wel het koppel. Misschien tegenaan dan het koppel met Anka Zijlstra en Aileen de Graaf. Want Bo Gries heeft eigenlijk verrassend voor iemand wat minder gekozen. Ja, maar misschien is dat ook wel omdat zij zich meer wil focussen. Ja, natuurlijk, ze wil alles winnen natuurlijk. Dat lijkt logisch, maar misschien wil ze ook wel gewoon een lekker ontspannen dagje dat en dan gewoon volle focus op de singles om daar haar titel te prolongeren. Bij de vrouwen al iets wat internationaler deelnemersveld. Rain Hein gaat koppelen met Sophie McClay. Zijn dat nog koppels waar je denkt van die kunnen wel ver komen? Of denk je dat het echt aan de Nederlanders zal zijn? Sophie McKinley heb ik dan ook wel in de jeugd nog tegengespeeld. Dus dat is een jonge speelster. En is ook zeker gegroeid in de laatste jaren qua datten. Dus er zijn ook zeker een aantal buitenlandse koppels die gewoon het goed kunnen gaan doen bij de dames natuurlijk. Ja. Dat gaan we zien. Wat is jouw verwachting voor morgen? Wie gaat de finale van de koppel halen bij de mannen? Ja, die namen die hebben we net al, net al even besproken. Maar er zitten gewoon een heel aantal namen die het kunnen gaan halen. Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk Kista Stoeten. Titelverdediger. Wel twee goede datums natuurlijk, maar die je misschien van tevoren niet had opgeschreven als titel. Als Stoeten natuurlijk een beetje een outsider. Ja, dit is gewoon Kist natuurlijk een goede datum. Ja, die komt, neemt die Michael Stoeten mee vanuit Kremen natuurlijk. Die ook wel veel Challenge Tour en Q-School gegooid heeft natuurlijk. Maar ja, op papier wel de mindere. Maar ja, als er twee mindere datums en dat is één goed koppel, dat kan gewoon een hele goede dag brengen. Dat zag je vorig jaar. Dat gaan we zien. Valt analistenwerkje? Nou ja, ik vind het niet slecht voor de eerste keer. Gaan we jou morgen terugzien? Dat lag wel in de planning, ja. Zeker. Gaan we zeker doen. Bedankt voor het kijken naar het Dutch Open Journaal. Morgen vanaf 10 uur de koppel bij de heren en vanaf 10:30 de koppel bij de dames. Tot morgen!